Misschien is het verstandig om een keer een kelvlog te beginnen met het woord hoi. Hey jongens! Kan iemand mij vertellen waarom ik een kelvlog opneem terwijl het buiten fucking warm is? Ik ben klaar hoor! Dit is de... Ah man, fuck deze intro. Ik ben elke video maar weer zo blij om te lezen in de comments dat fucking veel mensen vragen om een nieuwe intro. Oké, dan speel ik het niet meer af. Dit is de... Nee, fuck it. Ah man, irritante advertenties. Uitnodiging voor massale moordpoging op Kelvin. Oké, wie de fuck heeft deze advertenties eronder geplaatst? Wie heeft besloten deze advertenties te plaatsen? Oké, ik wil geld verdienen, ik wil niet dood. Oké, zoals je waarschijnlijk al hebt begrepen, woon ik in Nederland. En in Nederland is het tegenwoordig fucking warm. Sinds wanneer is het in Nederland warm, jongens? Sinds wanneer kun je gewoon in Nederland naakt buiten rondlopen? Ik ben de enige die dat doet. Oké, ik wil jullie graag laten kennismaken met de meest onvoorbereide video in de hele historie des Kelvlogs. Ik heb geen ruk voorbereid voor deze aflevering. Het komt in principe omdat je tijdens deze dagen buiten halfnaakt gaat rondlopen en naar binnen gaat, pagger gaat slaan en terug naar buiten gaat. Want dat is wat mannen doen op zulke vrije dagen. Daar voelt een man zich goed door. Feministische reacties komen erop. Ah, Kelvin, mannen denken ook alleen maar aan seks. Oh nee, dat is niet waar. We denken ook aan bier. Kelvin approves. Oké, ik zie je dat zit achter je computer. Oh, Kelvin, jongen, lui zak. Je hebt helemaal niks voorbereid. Maar jullie hebben helemaal niks te zeiken, want jullie zijn waarschijnlijk degene die op dit moment super relaxed met wat zuipen en vreten deze video zit te kijken. Een paar minuten van je leven verneuken aan mijn gelul. En ik ben degene die waarschijnlijk een paar uur bezig is met dit filmen en een video maken en editen en uploaden en promoten en ik... Fuck jullie! Die massale moordpoging kan nog best wel een goed idee zijn, denk ik. Oké, het allereerste waar ik het met jullie over wil gaan hebben is dat er een epische nieuwe film is uitgekomen in de bioscoop des Nederland en daarbuiten. En nee, ik heb het niet over Magic Mike. Volgens mij is het vruchtbaarheidsniveau van het gemiddelde tienermeisje ongelooflijk gestegen nadat ze allemaal massaal Magic Mike hebben gezien in de bioscoop. En ik denk dat je maar één geluid hoorde nadat al die tienermeisjes uit de bioscoop kwamen. Dat is fucking ranzig. En wat ik nog ranziger vind is dat ik zei dat ik niet over Magic Mike ging praten, maar toch... Suicidaal. Snappen jullie waarom ik soms suicidaal ben? Oké, laat de comments maar komen. Kelvin, spotten met suicidale acties is niet gepast. Dus hou je smerige bek met je vuile hoofd. Met je smerige lul ben je. Ongelooflijk, het is een vuile hond. Ik heb het niet over Magic Mike. Ik heb het natuurlijk over de Expendables 2. Oké, Expendables 2 is net uitgekomen. Ik heb Expendables 1 gezien. Ik vond hem fucking gruwelijk. Maar ik vind vooral het verhaal en de achterliggende gedachten bij deze film ongelooflijk belangrijk en mooi. Dat was een grap, oké? Hè? Omdat ze... Oké, waarschijnlijk weten jullie allemaal al wat voor enorme baas in deze film spelen. Maar voor de mensen die het niet weten, ga ik het allemaal even opnoemen. Jason Statham, Bruce Willis, Liam Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Scott Atkins, Simon West. And the one and only Kelvin. Kun je hem losmaken? Ik zit vast. En het moet volgens mij voor elke heteroseksuele man... Nee, niet tegen homofielen, maar die gaan volgens mij iets liever naar Magic Mike. Deze film is voor elke heteroseksuele man een fucking orgasme. Beter dan een orgasme. Alleen de trailer is al ziek. Ik heb speciaal voor jullie elk gewelddadig moment uit de trailer gepakt, achter elkaar gezet. Maak je klaar, zet je speakers wat zachter, want shit is about to hit the fan, brother. Oké, je hoeft niet meer naar de film te gaan in de bioscoop. Want na deze compilatie heb je waarschijnlijk het hele gedachte van de film al gezien. Shooting explosions in whatsoever! Oké, de leider van de hele groep is Sylvester Stallone. En ik snap niet hoe je zo'n fucking epische stem kan krijgen. I'm Sylvester Stallone. Ik denk zelfs dat als je per dag een kettingzaad, een bijl, 5 glazen whisky en chronische sigaren in je bek hebt, dat je dan alsnog niet de stem krijgt van Sylvester Stallone. Kelvin, als je een kettingzaag opeet, ben je al lang dood. Fuck you. Oké, mensen, het is fucking veel te warm hier. Mee, je hebt medelijden. Kom op. Genade, mensen. Genade. Extra informatie over Expendables 2 en extra nieuws over wat de fuck er allemaal gebeurt in de wereld kun je in de beschrijving lezen. Staat een linkje naar ondertussen.nl. Wee! En ik bedank je voor het kijken naar de meest onvoorbereide Kelvlog ooit aan mijn almachtige Maria. Oh kut, ik ben het deel vergeten waarin ik het wil hebben over One Direction. Oké, like deze video en deel hem even met je vrienden en met je matties en zo via Facebook en Twitter. Dat kan hieronder, dat zie je nou in beeld. En laat even een comment achter waarin je vertelt wat voor fucking grote mongool ik ben. Dat zou ik waarderen. En natuurlijk is het tijd voor de tweet van de week. En die komt deze week van... Oké, voor jullie om op de hoogte te blijven van wanneer ik naaktfoto's post, kun je mij volgen op Twitter en Facebook. En dan kunnen we chillen daar. En dan kun je naaktfoto's zien van mij. En wees met mijn vrienden op Facebook. Ja! Dikke peace. En ik zie jullie volgende keer weer. Oké, mijn naam is Kelvin. En ik zeg deze...
afsluiting wordt veel te afgezaagd, dus ik doe het met frisbees, totdat het goed gaat. Dat was een val. Die was goed. Maar het is onmogelijk als frisbee om erop te blijven. Dus eigenlijk ga ik het nou gewoon afkappen. Fuck! Hey! Voor mijn hoofdkanaal, Cinemates, hebben we een film gemaakt. Die kun je zien, linksboven in beeld. Vorige keer al vlog, kutreclames 3. Vonden jullie fucking leuk? Staat ook in beeld, rechtsboven. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dat was het. Doei!